Jullie zijn hier druk aan het werk. Wat gebeurt er allemaal? Nou, het is vandaag een NL-dag, een Nationale Vrijwilligersdag. En we hebben de mensen hebben opgeroepen via alle media, via de social media, om te komen helpen om het onderhoud van het zwembad te plegen. Omdat er toch ook een vorm van bezuiniging is voor de gemeente Tholen. En ik moet eerlijk zeggen, het is enorm aangeslagen. Als je ziet hoeveel mensen er zijn, ik ben er heel tevreden over. En nogmaals, het behoud van het zwembad is ook wel een heel belangrijk item hier op Tholen. Want het zwembad dat doet voor de maatschappij heel erg veel, laat ik het zo zeggen. En wanneer kan men hier weer te water? Op Koningsdag. Vroeger was het Koninginnedag en nu is Koningsdag 27 april. Ja. Het dorp kijkt er naar uit, denk ik. Heel erg. Dit zwembadje dat leeft enorm bij de bevolking. Het ziet er allemaal simpel uit. Ze gaan nu alles verven volgende week. Het ziet er simpel uit, maar het is een enorm belangrijke maatschappelijke functie. Dat kun je wel stellen. Ja. Maar moet je ook nog wat voeren aan voeren? Ja.